Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. We hebben een schot tussen de palen met de mindere voet van Jordi Alba. Müller weggestuurd, Müller in de baklijn. En dan doet hij het zelf. Well, het was iets tussen een schot en een voorzet. Lang twijfelen. Mooi van Coman. Mingueza is niet de snelste. Coman brengt hem goed voor. En de kopbal nog aangeraakt. Musiala krijgt een bal tussen de palen. Lewandowski. Nog maar weinig op deze manier aangespeeld. Lewandowski goed kappen. Is Piqué nog niet helemaal kwijt. Brengt hem dan voor naar de tweede zone. En dan Müller. Die bal is niet over de doellijn geweest. Ja, toch. En Müller scoort opnieuw tegen Barcelona. Het horloge geeft aan dat die bal dus volledig de doellijn van Marc-André ter Stegen heeft overschreden. Ondanks het wegtrappen van Araujo. Coman, niet trappen. Dan nog afleggen. Coman, opnieuw lateraal. En daar ging Müller voor zijn tweede. Ah, Coman knap. En Mingueza die heeft het moeilijk. Coman nog steeds. Is ook Busquets kwijt. Leroy Sané van in het centrum. Sané trappen met links. En een heerlijke goal van Leroy Sané. Denk een lichte zwabber. Want helemaal in de hoek was dat schot niet. Maar het was wel staalhard. Ja. En 2-0. Davies, en dit is de derde goal. Oh. Dit spelen ze niet goed uit. Sané, ze wilden het te proper doen. Gavi kan achteruit. Dat doet hij ook tot bij Nico González. Nico blijft verder gaan. En dan Gavi rateert zijn schot. Frenkie de Jong. Nico González. En wordt er nog een kansje. Die daarop volgt voor Gavi, nee. Ja, carambola.